2, 3. Hey, jij daar. Ja, ik bedoel jou. Goed communiceren is belangrijk. Belangrijk voor mensen om contact te maken, maar ook om informatie uit te wisselen. Maar wat nou als je daar problemen mee hebt? Ik ben vandaag in Heemskerk. Hier woont namelijk Alandra. Alandra is 10 jaar en ze is er al helemaal uit. Zij wil namelijk later logopediste worden. Een logopedist is iemand die er onder andere voor zorgt dat je goed en duidelijk spreekt. Waarom ze dat wil worden? Ja, dat heeft alles te maken met haar jongere broertje. Hoe dat zit, daar komen we zo achter. Maar ik ga haar eerst even thuis ophalen. Ze heeft geen flauw idee dat ik eraan kom. Hey, Alandra. Hoi. Toch? Ja. Het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Ik ben Jochem, mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Nou, het lijkt er bijna op alsof je al wist dat ik zou komen. Zo mooi zie je eruit. Nou, ik wist het eigenlijk niet, maar ik kleed me eigenlijk altijd zo. Dat echt vind waar? Ik gewoon leuk om te doen. Nou, dat doe je goed. Maar ik ben hier omdat ik begrepen heb dat je vooral logopediste wil worden. Ja, dat is inderdaad waar. Ik wil logopediste worden omdat mijn kleine broertje, die praatte eerst eigenlijk helemaal niet. Toen was hij anderhalf. En toen ging hij naar de Ster toe. Dat is een school waar 3 juffen en 1 logopediste werkt. Oké. En hij heeft van alles geleerd. Dus doordat je mee bent gegaan met je jongere broer, met je ouders waarschijnlijk, naar de logopediste, heb jij eigenlijk... Wist je wat een logopediste deed? Ja, eigenlijk wel. Maar wat denk je dat je goed moet kunnen als logopedist? Goed praten ook. Articuleren, denk ik. Goed met kinderen en volwassenen leren omgaan. En heb ik nog wat voor jou, kijk eens, wat ik meegenomen heb. Wow. Die krijg je van mij. Dankjewel. Vind je hem leuk? Ja. En om dat ook nog allemaal vast te leggen, want we gaan best een bijzondere dag met elkaar doormaken, heb ik deze. Hoe vind je deze dan? Wow. En ik weet niet of je hem kent, maar het leuke van de instankscamera is... En dan komt er zo'n foto uit. Oh, zo'n camera waar ik altijd al hebben. Echt waar? Oké. Alandra, we zijn er. Hier binnen moeten we zijn. Hier heb ik een afspraak gemaakt met Lisette. Zij is docent logopedie. Oké. Dus zij kan jou straks precies vertellen hoe veelzijdig het beroep is, hè? Want je hebt natuurlijk al een logopedist meegemaakt met Thor, met je jongere broertje. Maar een logopedist doet veel meer. Hij helpt misschien ook mensen die last hebben met het eten of moeten presenteren. Oké. We krijgen het allemaal te horen zometeen. Alandra, jij bent zo de logopedist en je gaat het bereik van Jochem's stem meten. En dan vraag je aan Jochem, wil je een A-geluid maken? Van laag naar hoog. A. En van hoog naar laag. A. Oké. Oké, Jochem, en je mag nu beginnen. Stop maar. Nog lager? Stop maar. Oh, sorry. Okay. Goed. En? Bij de hoge toon zie ik dat het hier ongeveer op 800 hertz was. En dan zie ik hier bij de decibellen, zie ik 97 decibel was. Klopt dat een beetje wat ze zegt? Ja, het klopt helemaal. Je echt doet waar? Het fantastisch. Ja, je gebruikt zelfs een vaktermen. Goed gedaan. Logopedisten werken ook met mensen die klachten hebben aan het gehoor, die niet goed kunnen horen. En jij gaat zo bij Jochem een piepjestest afnemen. Oké. Okay. En als Jochem een piepje hoort, steekt hij zijn vinger op. Oké. Okay. Succes! Oké, 3, 2, 1. Goed luisteren. Oké. Weet je genoeg? Ja. Jouw drempel voor 1000 hertz ja? ligt op 10 decibel. En dat betekent dat je een goed rechteroor hebt. Oké.
Dus aan mijn oren is niks mis. Nee. Behalve als je je koptelefoon op hebt. Ja, als ik hem op heb, dan hoor ik niks meer. Logopedisten helpen ook mensen met problemen op het gebied van eten en drinken. Oké. Zometeen mag jij een lepel pakken. En dan mag jij Jochem een hapje geven. En dan mag je straks ook aan hem vragen of hij de rijstewafel en een stukje brood wil eten. Okay. En dan zijn wij als logopedist heel benieuwd, wat voor verschil voel je nou tussen die drie verschillende etenswaren? Oké. Ga je gang. Hapje. Ja. Stukje brood eten. Proef je nu verschil tussen deze drie? Nou, dit is natuurlijk zacht. Ja. Hoef ik niet op te kauwen. Dit is met malser, dus dat moet ik ook nog even op kauwen. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig waarom dit is. Okay. Dat betekent dat we iemand helpen zodat het eten of drinken niet in het verkeerde keelgat schiet. Oh, okay, dat heb ik ook goed gedaan, toch? Ja. Volgende. Logopedisten helpen mensen ook als ze bijvoorbeeld een slappe mondmotoriek hebben. En dat betekent dat je bijvoorbeeld met je mond open hangt. Ja, je mag zo meteen deze knoop voor Jochems tanden doen. Okay. Niet erachter, anders trek je ze tanden eruit. Dan hang je de knoop aan de haak. Okay. En dan trek je zo hard je kan die knoop uit Jochems mond. Okay. 1, 2, 3. Mijn pomp verloopt. Dit is de vijfde test. Wat heb ik nu 4 gehad? We hadden ook alweer het gehoor. Gehoor? Ja. Stem? Stem, ja. Heel goed was dat ook. Eten en drinken? Eten en drinken. Briljant. Mondmotoriek, dat hoort bij articulatie. Mondmotoriek, wordt aangewerkt, ja. Wordt aangewerkt. En wat gaan we nu doen? Hier zijn we bij taal. Oh. Dan mag jij het woord zeggen wat je hier ziet. En dan mag Jochem het juiste plaatje aanwijzen. Oké. Nou, zeg jij de woorden, schat? Ja. Meeldraad. Oh. Ja, dat is goed. Sexy. Sexy? Zeg je echt sexy? primaat. Primaat. Ja, dat is goed. Nou, dat is een instinker. Primaat gedaan, hè? Top? Alandra, wist je dat in Nederland het aantal mensen dat naar de logopedistische gaan de afgelopen jaren gestegen is? Nee. Hoeveel mensen denk je nou dat er in Nederland afgelopen jaar naar de logopedist zijn gegaan? 300? 300. 260. 1000. Cliënten, zeg je dan. 260.000 cliënten. Oké. Okay. En één van die cliënten komt straks bij Samantha Roos. Die is logopedist hier binnen. En jij gaat haar helpen. Oh. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Samantha. Hoi. Samantha. Ja. Hi. Samantha. We zijn net op de Hogeschool Rotterdam geweest. Ze weet al heel veel en volgens mij heeft ze ook al een vraag voor je. Nu al. Waarom wou je eigenlijk een logopediste worden? Nou, na de middelbare school moet je natuurlijk een studie gaan kiezen. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat een logopedist was. Maar ik zag hem staan en toen zei mijn moeder eigenlijk... Joh, je broertje is bij een logopedist geweest. Toen zei ik, maar wat is het dan precies? Ja, toen zei ze, ja, er ging allemaal spelletjes doen. En die moest toen goed leren slikken en dat soort dingen. En dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik het maar gaan doen. Dus ook dat broertje weer, hè? Die broertjes, die zorgen er gewoon dat de logopedisten in Nederland komen. Nou, we gaan straks beginnen met de trampoline. Fabienne, die gaat op de trampoline staan. Oké. Okay. Ik geef jou een heel mooi blad met allemaal klanken erop. In deze kleuren. En dan moet jij een klank opnoemen. En dan moet Fabienne naar de goede kleur gaan springen. Oké. Wat ik altijd met Fabienne doe, is ik laat ze altijd zien en dan moet zij zeggen wat er op het plaatje staat. Oké. Waardoor ze al die klanken steeds beter gaat onthouden en waardoor ze ze ook sneller goed kan opschrijven. Oké. En tot slot gaan we haar nog een paar woorden op de trampoline laten springen, die zij dan vervolgens goed moet opschrijven. Dus dan gaan we ook nog een stukje aan tafel. Hoe oud is Fabienne eigenlijk? Fabienne is 8 jaar. Oké. Heb je er een beetje zin in? Ja. Dan mag je haar nu uit de wachtkamer gaan halen. Oké. Fabienne mag meekomen. Nou, gezellig dat je er weer bent. Ja. Hoe gaat dat? Goed. Goed? Ja. En je hebt het al een beetje meegekregen. Ja. Ik heb vandaag een hulplogopedist. Ja. Grappig, hè? Ja. We gaan beginnen met de trampoline. Yes! Die is altijd wel heel leuk, hè, de trampoline? Ja. Dan noem ik een klank en dan mag je naar die kleur toe springen. Oh. Goed zo. Uw. Nu
Ja. Goed. Ja, de E. Nog eentje. De ja. Heel netjes. Heel erg goed gedaan. Oké, wat de bedoeling is, dat een beetje uitgelegd. Je laat ze één voor één zo aan Fabienne zien. Alsjeblieft. Ho. Au. R. A. I. Precies. En je gaat goed. Ja. M. E. T. Au. Nik. Netjes. Snel. Goed gedaan. Dan weet ik het. We gaan spelling doen. Ik ga zo een zinnetje zeggen en daarna het woord dat je moet opschrijven, oké? Okay? De heer opent de kasteelpoort met een zwaai. Kasteelpoort. Ja, steel. Poort. Poort. Oké, okay, hij is niet helemaal goed, want in plaats van eeuw moet je staan met dubbel E. Eeuw. Oh, yeah. Kijk, deze blokjes, die staan ook hierop. Okay. En dan kan zij zo de letters in een woordje gaan bouwen. Oké. Zo. Dan gaan we even nakijken. K-a-s-t-e-u-o-r-t. Heel goed. Dus het is heel handig, die blokjes, hè? Ja. Het is best wel grappig om te zien. Zo. Heeft ze hem goed geschreven? Ja, die is goed. Ja? Super. Goed gedaan. Aan het einde geven we altijd huiswerk mee. Oké. Okay. Otje ouw en de atje ouw. Dus als je die ouw reproduceert, dan weet je welke woorden met atje ouw zijn. Dat is wel een goede tip van jou, zeg. Zo. Alsjeblieft. Hier. Veel plezier. Ja. Succes met je huiswerk. En succes. Doei. Doei, Fabienne. Echt nieuwsgierig. Hoe is het gegaan net? Het is echt super goed gegaan. Nou, dat is goed om te horen. Dat is alvast erg belangrijk. Heb ik 3 en misschien zelfs 4 vragen nog even voor je. Kijken of je vandaag ook een beetje hebt opgelet. Jij hebt me getest, hè? Toch? Weet je het nog? Ik heb je En dat waren de verschillende vakgebieden binnen de logopedie. Ja. Noem er eens minimaal 3. Spraak. Ja. Gehoor. Ja. Slikken. Eten. Ja, slikken, eten. Mond. Is goed. Hoeveel mensen gaan er per jaar naar de logopedist in Nederland? 260.000. Is ook helemaal goed. En wat is de kleur die bij de letter I hoort? Rood. Helemaal goed. Fantastisch. Nog een laatste vraag, misschien wel de belangrijkste. De finale vraag. Wat wil jij laten worden? Logopediste. Dat weet je zeker? Ja. En zekerder dan ooit? Ja. Oké, dan spreken we nu af dat als ik oud ben en ik weet niet meer de woorden allemaal en mijn klanken, die gaan allemaal door elkaar heen, dan kom ik bij jou. Oké. Afgesproken. Ik heb nog wat voor je. Kijk eens. Dankjewel. Dit krijg je omdat je het zo ongelooflijk goed gedaan hebt. Ja, en zit jij nou te kijken en denk je, ja, maar wacht even. Hey, Jochem, ik heb ook talent. Zeker. En ik weet ook al wat ik wil worden. Ga dan naar de website en geef je op en wij gaan samen wellicht op pad. En wil je op de hoogte blijven van alles wat met later, als ik groot ben, te maken heeft, ja, abonneer je op dit kanaal. Hè? Gewoon doen. En je ziet het allemaal. Zullen we nu gaan? Ja. Oké. Deze aflevering van Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de tassen van Milky Kiss, Instax en het speelgoed van Sluban.